Dit is Ali Roman, danser, zanger en gamelan-speler. Hij speelt in Arnhem in het gamelan-orkest, maar oefent ook heel geregeld in Amsterdam. Ali Roman staat nu voor de gong-set van de gamelan. Kunt u vertellen waar die instrumenten allemaal uit bestaan? Ja, dit is allemaal een gamelan muziekinstrument set. Bestaat uit gong, ja. Kendang of trommel en buna en buna penerus of buna opvolger. En dit muziekinstrument heet temung, sarong en kender. Die heet kanon en katoek. Ja. En dat zijn allemaal standaard. Op deze manier is elk gamelan orkest uitgevoerd. Het is allemaal een standaard gamelan muziekinstrument. Ja. En die is als hoe noem je dat? Bij gevoel, zeg maar. Ja. Als bij voeling. Ja. Die heet gamban. Gamban, ja. Oké. En u heeft bij elke set, zeg maar, hè? Ja. Zijn dat twee soorten? Ja, klopt. Ja, en wat hoger en lager? Ja. Iedere gamelan muziekinstrument bestaat uit slagwerk, ja. Ja, twee verschillende noten. Ja. Ja. Een noot heet pelok. Het begint met 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Net dus door Remy. Moderne muziek. Do, re, mi, fa, sol, la, si. En die andere heet cilindro. Ja, begin met lage 6. 1, 2, 3, 5, 6. En dan hoge 1. Hoge 1. Dat is zoiets als in de moderne muziek de minor, minor ja, is. En minor, dat is de, ja, minor. En major. Minor en major. En dat speel je met twee personen dan? Ja. Ieder twee muziekinstrumenten speelt alleen één persoon. Eén persoon, oké. Okay. Maar die speelt twee. Die speelde er twee. Op de Bonang speelde er één speler. Op de Bonang, En op de Bonang van de Roos of opvolger speelt er ook één persoon. Oh ja, ja. Oké. Okay. Die gaat die Bonang speler invallen. Dus je moet tussen die Bonang speler slagen. Ja, oké, okay, snap ik. Ja. Oké. Okay. Nou, bedankt.